Tap toe, zeer goed. Zeer goed. Zeer juist. Wie was dat? Radio, publiek, je voelt het aan alles. Tap toe Delft, inderdaad. Zou nergens anders kunnen, mensen. Tap toe Schiedam. Kan niet. En toch, ik hou van zo'n tap toe, hè. Ik hou van dat nutteloze gestap, mag graag zien, hè. Oh, dat vind ik prachtig als ik het zie. Onze soldaten marcheren in al die uniformen. Dan denk ik, er kan nooit oorlog komen. Hè? Want in die pakken kan je niet vechten. Dat kan niet. Stel je voor, de Russen komen en wij staan de tap toe Delft te vertonen. Dan zeg je, ga je gauw weg. We staan in ons goede goed. Natuurlijk zijn er altijd mensen die weten alles beter. Die zeggen, die dure uniformen, dat is zonde van het geld. Die komen dan op Schiphol, die zien die marechaussees met die prachtige uniformen, met al die koorden, dan zeggen ze, dat is toch niet nodig. Dan zeg ik altijd zeer zeker, als de Russen komen, ze raken verward in die koorden, hangen ze. Tenslotte zijn we geen militaire natie, daar moet je mee neerleggen, mensen, er is niks aan te doen. Wel, nee, dat zag je in de Nieuw-Guinea-dagen ook. Het ligt als niet, het zit als niet. Misschien is dat nog een aanbeveling ook. Als wij 70 militairen in het geheim naar Nieuw-Guinea wilden sturen, stonden er 800 familieleden te buigen op Schiphol. En toch, langzamerhand begint ons leger toch iets te krijgen wat het vroeger niet had. De heide wordt ook niet meer zo vernield als vroeger. Nee, zeker niet meer. Sinds de heidemaatschappij stof in eigen beheer heeft genomen, gaat veel beter. Soms als ik ons leger zie, mensen, er wordt wel eens op geroddeld. Maar als ik ons leger zie, weet u wat ik dan denk? Want dan met oorlog met Luxemburg konden we bewijzen wie we waren.